Nou, wat ik heel moeilijk vond, was dat zij het eigenlijk op een bepaalde rare manier accepteerde. Ze had net een kind gekregen. Die was net een paar maanden. En toen werd borstkanker geconstateerd. En toen zei ze, ja, ik weet dat de eerste 3 jaar van een kind zijn heel erg belangrijk voor liefde geven en binding. En daarna gaat het ook misschien nog wat onthouden. Dus ik wil eigenlijk proberen er in ieder geval 3 jaar te blijven. En dat ik dacht, hè? Doe normaal, je gaat gewoon beter worden, weet je wel. Het voelde alsof ze zich eraan overgaf. En dat vond ik echt, dat kon ik totaal, dat vond ik verschrikkelijk.